Goedemiddag allemaal. Ik laat jullie eventjes zien hoe je een achtergrond maakt van deze kaart. Deze kaart die heb ik net vanmorgen afgemaakt. En ik werd geïnspireerd door iemand die had een hele mooie raamframe gemaakt. En allerlei dingen uitgeknipt en dat je echt naar buiten keek. Maar ik heb het precies andersom gedaan. Ik had zoiets van, ik wil heel graag wat vakken op de achtergrond. Dit is de kaart dus nogmaals die ik vanmorgen heb gemaakt. En deze kaart, nou ben ik even, oh hier, mijn lineaal kwijt wou ik zeggen. Deze kaart die heeft de bovenste laag, is een afmeting van 14 bij 14. Dat is deze dus ook. Die gaan we dus maken. Ik zet de gemaakte kaart even aan de kant. En dan heb je twee mogelijkheden. Je kan het doen met low-tech tape. Dit is poppy stencil tape. Het blijft heel sumier plakken op je papier. Ik heb eerst een rand afgeplakt. Van ongeveer, nou ja, ik heb het op de gok gedaan, maar ongeveer 1,7 bij 1,7. En dan helemaal in vierkant. En daarbij heb ik een strook van deze breedte, dat is iets meer dan 2 centimeter, heb ik in vieren verdeeld. En daar heb ik weer de vakken van gemaakt. Dus ik heb 9 vakken. En die ga ik nog eventjes, zeg maar even aandrukken met mijn bonefolder. En ik wil eventjes de hoeken omslaan. Maar ik denk, laat jullie even zien hoe ik dat er heb opgeplakt. En dan gaan we zo van start. Maar dus dit is een mogelijkheid. Wat ik ook nog heb gedaan, maar deze is iets groter, is zelf, die zullen we er even onderweg leggen, een frame gemaakt, uitgesneden, van een die-cut. De kleinste, één na kleinste vierkant. Alleen deze valt iets groter, omdat je natuurlijk, ja, ik wil ook nog wel een mooie rand. Dus als je deze doet, dan maakt dit niet zoveel uit, maar dan wordt mijn kaart, wordt 15,5 bij 15,5. En dan moet je hem nog gaan matten. Tenminste, het hoeft niet, maar ik vind dat dan leuk om hem te gaan matten. En kijk, en als ik deze zou gaan gebruiken, dan zou ik inderdaad ook dit vastzetten. Met low-tech tape. Ik zal hem een beetje hoger doen. Zodat je daar zeker geen inkt op krijgt. Want dat zou ik een beetje zonde vinden. Maar deze leggen we aan de kant. Die gaan we niet doen. Maar nogmaals, je kunt zelf ook een frame maken. En dan, je kan ook een vakje eruit laten. Je kan ook alleen een plus maken. Nou, bedenk maar wat. Je kan een kruis maken. Het is net wat je zelf het leukste vindt. En dan daarop gaan stempelen. Maar zoals gezegd, we gaan eerst deze doen. Ik heb 3 kleuren. Nou moet hij niet losgaan. Wel even mooi netjes blijven zitten. Ik heb 4 kleuren. Ik zei 3, maar ik heb 4 kleuren met inkt. Ik zal hem even opschuiven. 2 groene. Bundled Sage Peeled Paint. Even kijken, ben ik nog in beeld? Ja. Shaded Lilac en Spun Sugar. En ik begin met de lichtste. En daarna pakken we de donkere. Die zetten we even aan de kant. Oké, dus eerst de Spun Sugar. Nou, veeg ik van de linker onderhoek naar de rechter bovenhoek. En dat doe ik omdat ik heel graag de aanzet in de hoeken wat donkerder wil en boven in de vakjes dat ik het wat lichter wil laten. Dus als je steeds heen en weer gaat, ja, dan heb je over het hele vakje kleur. En dat wil ik eigenlijk niet. Dus ik doe echt van linksonder naar rechtsboven. En je mag meewaaieren met je stencil, maar je begint altijd in de linker onderhoek. En dan zet ik hem hier nog een beetje aan. Nou, het is een beetje glad. Zo.
Oké. Nou, die zetten we eerst aan de kant. En dan pakken we de Shaded Lilac. En ook weer van linksonder. En dan met een rollende beweging naar boven. Dus echt. Nou, maar ik snap niet waarom dat het nu zo glad is. En je moet gewoon even zelf kijken hoe je de verdeling van je inkt wil. Beetje gladde vingers vandaag. Maar goed. Komt allemaal wel weer goed. Zo, niet te veel, want ik wil ook nog heel graag de stencil erop doen. En de stencil die is ook van Lavinia en dat is de Leaf Trails. Dit is toch een van mijn favoriete stencils. Ik vind hem heel erg sierlijk. En ik betrap me er zelf op dat ik hem toch vaak pak. En dit gaan we doen in het paars alsnog, in het Shaded Lilac. Ga ik een beetje meer inkt opnemen. En ik hou hem vast, tenminste ik probeer hem vast te houden. Met mijn vingers. Niet dat hij straks er weer vandoor gaat. Maar nou, we zullen het meemaken. Dus ook hier begin ik weer links onderin te vegen. Want ik wil deze hoek niet al te donker. Nou ja, en jullie weten, je krijgt nooit precies de tweede kaart zoals de eerste. Dus, nou, dit ziet er al goed uit. Misschien al een heel klein beetje roze erover. Ja. Nu gaan we over op de groene. En dan gaan we eerst beginnen met de Bundled Sage. Dan moeten we dat maar eventjes met één hand doen. En de Bundled Sage, die wil ik eigenlijk graag in de linkerhoek. En dan naar boven en in de linkerhoek naar rechts. Dus niet helemaal, maar als een soort, ja, soort groenstrook, grasland. Maak er maar wat van. Ja. Even weer spieken. Ja. Nu gaan we de stencil eraf halen. Even aan de kant. En nu pak ik de Peeled Paint. En de Peeled Paint, die zet ik hier aan de onderkant aan. En hier aan de bovenkant. Oké, nou is groen genoeg. Misschien nog even weer terug met de paarse. Een beetje hoger. Het is ook gewoon een kwestie van proberen. En dan zal je straks zien als je het plakband weghaalt. Dat is altijd eigenlijk het mooiste. Dan zie je pas het effect wat je tape heeft gedaan. Even de onderkant wat schoonmaken. Want straks alles onder het inkt. Dus nogmaals, hij wordt nooit zoals de eerste. Maar dit is dus mijn voorbeeldkaart. Zie je, hij is nu al iets anders van kleur. Want ik heb de groene iets meer naar binnen getrokken. Maar dat maakt niet uit. Dan gaan we de tape verwijderen. En dan pas, zeg ik, zul je zien
of je, je randen ook mooi zijn geworden. Ik ga alles verwijderen behalve de onderste. Daarom heb ik hier even een pijltje opgezet. Behalve de onderste rand. Want ik wil mijn stempels wel over de zijkanten. Dat vind ik niet erg. Maar ik wil hem niet over de onderkant. Dus die onderkant die laat ik nog even mooi zitten. Kijk, zie je? Dan wordt hij heel mooi scherp. Zo. Nou, en toevallig heb ik deze kleuren gepakt. Maar je kan natuurlijk zelf net het inkt gebruiken. De kleuren gebruiken wat jij zelf het leukste vindt. Maar goed, dat is logisch, neem ik aan. Dan hoop ik dat ik dat er goed af krijg. Dat hij daarboven over zit. Ja. Die plak ik daar nog een keer weer op. Die kan ik nog een keer weer gebruiken. Hoop ik dat deze ook goed zit. Het is altijd even een gepiel dat je het er weer af krijgt. Maar doe eens heel voorzichtig. En neem je tijd er even voor. Want anders heb je zoveel energie in je kaart gestoken. En je trekt dan de tape. En je hele papier gaat mee. Dat moet je niet willen. Nou is het maar een stukje papier, dus je kan weer overnieuw beginnen. Daar gaat het niet om, maar dat is toch niet de bedoeling, neem ik aan. Nou, voorlopig eerst even het laatste stukje. Dit is dus de bovenkant. Kijk of je geen vieze vingers hebt, want daar heb ik soms ook een handje van. Zo. Dus de onderste laten we nog even zitten. Dus tot zover is je kaart al klaar. Dan pakken we onze stempelhulp. Even de tape aan de kant, die hebben jullie nou wel gezien. En die kan aan de kant. Die hebben we nog even nodig. Want anders dan heb ik straks geen ruimte. Oké. Okay. Nou, dan gaan we eerst de boom stempelen. Kijk, oeh, hij kan er net onderdoor. Kijken of ik nog steeds in beeld ben. Ik zal hem zo een beetje hoger voor jullie nog weer doen. Maar dit is beter, denk ik. Ja, dit is beter. Mijn boom, waar is mijn boom gebleven? Ra, ra, ra. Ik heb nog niks opgeruimd. Zover was ik nog niet. En toen was ik mijn boom kwijt. Nee, ik was mijn boom niet kwijt. Even opletten. Hier zijn mijn stempels. De stempels die ik gebruik, dat is de Lavinia 649 Birch. Dat is de boom. Dan hebben we het over, volgens mij is dit de Wild Poppies Lavinia 189. Ik gebruik van de Twisted Fine Set, dat is de 613, de kleine blaadjes. Want ik vind deze net te grof. Orchid Grass van Lavinia 672. En natuurlijk mijn grote schat, mijn Pippin. Pippin Mini van Lavinia 581. Het is een ontzettend kleine stempeltje, maar ik gebruik hem heel vaak. Ik vind hem zo lief. Maar ik denk dat jullie ook wel een favoriet ertussen hebben. Die leggen we hier even naast. Even opschuiven, halen we eerst even de boom eruit. Huppatee. Die aan de kant. En dan gaan we de boom positioneren. Even kijken. Net dat hij met zijn takjes aan de linkerzijkant, dat hij net in het witte komt. Dus zo wil ik heel graag mijn boom. En nogmaals, je hebt er van die mooie sheets bij. Dus dan kun je heel goed
kijken hoe je hem kan plaatsen. Dat doe ik met Morning Mist. Dus niet zozeer in het zwart. Ik moet hem even terugtrekken. Hij moet eventjes onder mijn camera door. Niet in het zwart, want dat vind ik een beetje, net een beetje te aanwezig. Dus dit is Morning Mist. Dat is een beetje een donkergrijs, maar die doe ik twee keer. En dan pak ik nog een beetje groenig, waar ik hem nog nou, her en der een beetje mee aan tip, laat ik zo zeggen. Nou, ik moet even naar beneden hoor, jongens, van anders dan rommelt hij nog steeds tegen mijn camera aan. Dan pak ik mijn Chucky weer. Die hebben jullie al vaker voorbij zien komen. Super handig ding. Krijg je, kijk, dat bedoel ik dus. Krijg je mooie scherpe afdrukken van. Ik hoop niet dat jullie nu duizelig zijn. Maar, nou ja, gaat ook wel weer over, moet ik maar denken. Nou, dus dat is nog een keer. Dan heb ik de Morning Mist niet meer nodig. Ik zal jullie niet weer zo heen en weer gooien. Oké. Die hebben we ook. Even weer naar voren. En dan gaan we nog een heel klein beetje met de groene. En dat is de Shady Lane. En dan zal ik hem er even uithalen, want dan kan ik jullie dat laten zien. Een klein beetje op de stam. Op de zijstammetjes. Niet te veel. Maar gewoon dat hij een beetje andere kleur krijgt. Zo. En zo moet hij goed zijn. Oh, ik wil zeggen, nou ben ik mijn billendoekje kwijt. Even de boom schoon. Huppakee. Die kan weer op mijn sheet, want anders ben ik straks alles door elkaar. Dat vind ik ook niet zo handig. Ik wil een beetje alles op orde houden. Nu haal ik hem uit mijn stempelhulp. Want eigenlijk wil ik die kleine dingetjes wil ik gewoon met de hand stempelen. Behalve straks mijn Pippin weer. Want ik zou het heel jammer vinden als mijn Pippin nou net totaal de mist in ging. Maar we pakken hem straks wel even weer. Oké, dan gaan we onze acrylblokken pakken. Die heb ik hier dus nog. En mijn andere stempels. We gaan eerst eens even kijken naar het gras. En dat is dus het orchideeëngras. Dat is een van de nieuwste stempels van Lavinia. Een heel sierlijk grasje, om zo maar te zeggen. En dan moet ik even kijken, mijn rommelblaadje. Ik pak dus niet de eerste, maar de tweede afdruk. Want deze wil ik eigenlijk een beetje ten eerste al in de verte. Hoor maar, bijna verkeerd. En dan nog een keer en dan bij de boom. En dan denk ik hier nog maar ergens een keertje. En zo. Ik moet er echt om denken dat ik niet voor jullie te ver naar beneden ga. De plakband, dat zit me ook in de weg. Hoppakee. Zo. En dan moet ik even kijken. Dat doe ik hem straks nog een keer in het zwart. Waar is mijn andere acrylblok? Heb ik die alweer opgeruimd? Nee, die heb ik hierin. Nou, kijk er niet naar, want hij is al helemaal caduuk. Maar goed, ik red me er nog mee.
heb wel meerdere blokken, maar nou ja, deze ligt voor de hand. Zo. Dit is dus de Wild Poppy. Vind ik ook een hele mooie. Die leggen we daarin neer. Past die hierop? Ik heb toch alleen maar het bovenste stukje nodig. Oké. En die ga ik in het Fantasia doen. Beetje het, ja, het is een beetje een paarsblauwe kleur. En ook deze ga ik de tweede afdruk van nemen. Dus ik ga hem één keer afstempelen. En dan pas de tweede gebruiken. Denk erom dat je dus niet alles op één hoogte zet. Want, even kijken, Pippen moet er ook nog tussen. Oké, nou dat is voorlopig genoeg. Zo. En dan, wat gaan we nu doen? Nu gaan we het gras nog een keer doen. Nee, we gaan eerst Pippen doen. Want dan weet ik waar Pippen moet zitten. Pippen moet daar maar een beetje tussen. Want anders dan hebben we straks geen ruimte meer voor onze Pippen. Die, maar dan pakken we dus wel even weer de stempel op. En mijn Pippin, die ligt daar. Kijk, je verkijkt je er nog een beetje op. Ja, ik zit nu echt laag. Doe hem zo even wat hoger hoor. Dus ik moet even mijn Pippin erop zetten. Maar je verkijkt op de onderste rand, omdat die, natuurlijk, die is ook wel eerst meegestempeld. Maar ja, dat haal je er straks zo af. Waarom doe ik het nou niet zoals ik dat wil? Pippin moet eventjes kijken. Doe jullie een beetje hoger zetten. Pippin moet hier maar eens even tussen. Dan zet ik hem precies op de rand, hoop ik, van het tape. Het is maar een heel klein manneke. Tenminste, ik maak er een manneke van. Ik neem aan dat dat Pippin ook een manneke is. En dat gaan we doen met Versafine Nocturne. Dus de zwarte. Oeps, sorry. Nou, dan moet ik hem even een beetje bijwerken, want mijn stempel pet is er net eventjes voorbij geschoten. Zwarte vlekken op onze kaart, dat willen we niet. Nou, zoals je weet heeft een silhouette stempel altijd wat meer tijd nodig om zijn inkt af te zetten als een open gewerkte stempel. Daarom doe ik dus deze ook eventjes, ook al is het maar een heel kleintje, even in de stempelhulp. Want mocht het niet in één keer lukken, dan doen we het nog een keertje. Maar, nou, ik kan hem nog één keer doen. Even heel voorzichtig. Oh, even eronder door, jongens, want niet te hard aandrukken. Ja, dit is beter. Oké. Pippen weer schoon. Zo. Even deze kleine vent weer op zijn plaatje plakken. Want dit is zo'n klein stempeltje. Als die op de grond valt, dan ben je hem ook echt zo kwijt. Dus die doe ik meestal direct maar eventjes weer terug in het zakje. Dan kan die nergens naartoe. Ook weer klaar. Nou kan deze eruit. Oké, en de stempelhulp kan aan de kant. Dan krijgen jullie tenminste geen hoofdpijn meer. Zo, deze laat ik er nog even onder.
Nu ga ik eventjes aan de gang met weer het fijne gras. En die ga ik nog even in het zwart afzetten. Want ik vind die mag dan wel eventjes op de voorgrond. Dan krijg je ook weer wat diepte erin. Daarom heb ik dus die onderste rand laten zitten. Want ja, als je die eraf haalt, dan heb je dus deze bewerkte rand. En die is dan niet mooi wit. En ik vind het leuk als die juist wit is. Die nog helemaal op de achtergrond. Daar nog wat. En dan is die klaar. Zo. Weer naar boven schuiven. Nou denk ik dat ik straks nog één poppy stingel erbovenin zit. Van, ik zit hier erg laag, zie ik. Moet even kijken, waar is mijn plaatje van de poppy? Poppy, poppy, poppy. Waar ben jij? Oh, hier, gebleven. Ik denk dat ik hier nog even één boven zet. En dan ook weer de tweede afdruk. Die hebben we goed beïnkt. Eén keer. Ik leg hem even schuin neer. Nou, op hoop van zegen drukken we hem er gewoon op. Ja, dat is beter. Nou lijkt het heel druk, maar dat komt nog steeds omdat daar die theebrand zit. Maar die gaat echt straks weg. En dan zal je zien dat die drukte, dat dat heus wel meevalt. Even schoon. Deze schoon. En dan kan het gras weer op het plaatje. Zo. En even in het plastic. Ik ben wel altijd heel zorgvuldig met mijn stempels. Want ja, als het een keer weg is, dan kun je soms de pletten zoeken dat je het weer krijgt. Nou, zullen we deze eraf halen en kijken wat het is geworden? Denk om, inderdaad om je vingers. Nou, kom op jongen. Kijk, zie je? Dat is toch wel weer een heel ander gezicht. Die gooien we wel weg. Nou gaan we onze boom nog even doen. En onze boom, die doen we met het volgende. Dat is dus een takje van de Twisted Vine Set. En dan wil ik die blaadjes niet doen, deze. Maar ik pak van deze, ja, het zwart is er al een beetje af. Maar pak ik de bovenste topjes. Ik weet niet of je het goed kan zien nog. Dus dat gaan we even proberen. En dan zetten we het eerst eens even aan in het groen. Waar is mijn groen? Mijn groen is hier. En ik pak hem alleen maar. Nog steeds in beeld. Ja, die kan wel even aan de kant. Ik pak hem alleen maar in het puntje. Want ik wil echt het, alleen de bovenste, het bovenste stempeltje gebruiken. Kijk, en nu heb ik dus een beetje lopen smeren. Maar dat haal ik er dus wel even af. Het is wel even een werkje dit. Maar ik vind het hele sierlijke blaadjes. Ik moet echt even wat ruimte creëren, want anders dan zien jullie niks straks. Nou,
Even zachtjes aantikken. Nou, je hoeft heus niet zo voorzichtig te zijn. Wel even met het stempelen, met het beinkten bedoel ik. Maar het afdrukken, dat is, nou, doe dat gewoon een beetje op je gevoel. Het is een boom, dus die zitten niet, alle blaadjes zitten niet in een bepaalde volgorde aan de boom. En in deze boom dus ook niet. En dat gaan we ook niet doen ook. Nou, wel even een beetje ruimte laten, want er komt straks ook nog een paarse kleur tussen. Echte puntjes. Daar nog een beetje aan de takjes. Nou, ik vond het op zich een heel mooi, sierlijk blaadje. Ik vond hem wel mooi bij deze boom eigenlijk. Niet te groot. En soms dan kan het zo vol zijn. Ik denk dat ik hier eerst even mee stop en dat ik nog even met de blauw-paarse aan de gang ga. Sorry dat ik even met mijn arm door beeld ga. Maar nou ja, het is voor het goede doel, laten we maar zeggen. Nou, dat is ook een beetje, ja, hoe noemen ze dat zo mooi? At random. Beetje willekeurig. Gewoon kijken waar je wat kwijt kunt. Ook daar even, want er zit een beetje inkt. Ik wil ook een beetje de kleuren verdelen. Dat niet alles één op één bult allemaal groen is en het andere alleen maar paars. Ik ga weer naar beneden, sorry. Zo. Daar kan ook nog een tureltje aan. En anders lijkt het net alsof ze hem net getrimd hebben, de boom gesnoeid hebben. Daar moet nog een stukje paars. En aan de onderkant nog een paar stukjes. Ik draai ook heel vaak mijn papier. Zeg ik, zodat je het toch mooi kunt verdelen, volgens mij. Daar nog een klein stukje aan de onderkant. Even kijken hoe we dit gaan doen. En dan moet hij klaar zijn. Ik vind hem eigenlijk wel goed. Nee, daar nog één stukje. Ik wil zeggen, ik vind hem eigenlijk wel goed zo, maar ja, dat is beter in balans. Nou, en dat is eigenlijk de boom. Mijn deksel van mijn inkt. Ook weer verdwenen. Nee, ligt hier bovenop. Hebben jullie dat soms ook? Dan heb je zo'n groot bureau en dan ben je nog alles kwijt. Oké, dat hebben we ook. En wat ik nu eigenlijk nog even ga doen, is, ik heb een aantal houten stempels. Die zijn ooit een keer van Crafters Companion en Change Forest. Dat is al een lijn wat al een poosje terug is uitgekomen. Volgens mij al 2 jaar terug. Maar die heeft van die hele mooie stempels. En in dit geval is dit een vlinder. Daar heb ik even een pijltje op gezet. Nou, die is er alweer bijna af, zie ik. Maar dat ik weet hoe ik mijn vlinder kan gaan stempelen. Die doe ik wel in het zwart, want dat vind ik wel heel mooi. En ook hier moet ik even bij kijken dat ik recht stempel en niet dat ik hier
spul op mijn zijkant heb. Nog even deze daar neerzetten, niet twijfelen. Gewoon doen. Kijk, zie je, dan zit er toch nog een klein beetje zwart. Maar dan gaan we even oplossen. We hebben een trucje voor. En dan toch maar even voor de zekerheid met een tissueetje om de randjes. En deze zetten we zo neer. En die zetten we daar neer. Zo. Want Pippi moet natuurlijk wel ergens naar kijken. Want anders dan kijkt hij zo in het luchtledige. Nou, wat je kan doen als je daar een vlekje hebt. Dan kun je ook wat beweging. Schrok al, ik denk, heb ik daar nou ook iets. Bewegingen maken van een vlinder. Kijk, zie je? En dan is je vlekje is mooi weggewerkt. Vervolgens ga ik ook eventjes hier aan de onderkant wat scribbelen. Hoe noem je dat ook? Zodat ook de plantjes een beetje en Pippin ook een beetje gegrond staan. En dat ze niet in het luchtledige zweven. En dat hoeft helemaal niet netjes erbij langs. Dat kun je gewoon een beetje uit je losse pols doen. Dat is op zich altijd wel leuker. Dat het niet zo strak is. De boom, die ga ik eigenlijk wel een beetje ontwijken. Daar ga ik niet dwars door. En ook het takje hier laat ik eventjes met rust. Ik doe nog even zo'n heartbeat. Doe ik er nog eventjes onder. Niet meer aan de onderkant, het wordt te druk. Maar hier wel. En even in de middelste vak hierbovenin. Zo. Nou zijn de poppies zijn een beetje vaal van kleur. En wat ik dan ga doen, is ik pak mijn siliconen kwast. Dus het is gewoon zo'n siliconen puntje zit erop. En mijn blauw-paarse kleur. En wat ik dan ga doen is gewoon een beetje vanuit het midden de poppies toch nog een beetje kleur meegeven. Hoeft niet allemaal, waarbij ik denk, nou, dit vind ik erg faal. Die ga ik nog wat extra's geven. Hoeft ook niet te veel, want eigenlijk behoren ze niet op de voorgrond te staan. Oh, heb ik nou al een zwart takje gegeven? Moet even mijn bril erbij af. Schijnbaar werkt het toch beter zonder bril. Ja. Toch gedaan. Volgens mij kan er nog wel iets meer bij. Nou, dat gaan we even oplossen. Of heb ik mijn gras ook alweer opgeruimd? Nee, ja, die heb ik toch alweer opgeruimd. Maar dat maakt niet uit. Het takje kan hier weer op. Zo. Nou, die doen we straks wel in het zakje. Ja. Poppies had ik nog niet opgeruimd. Dan heb ik nog net wat ik nodig had, heb ik wel opgeruimd. Ook lekker handig. Maar dat maakt niet uit. Wat in het zakje kan, kan ook weer uit het zakje, toch? Huppakee. Alleen, nu moet ik even opletten, want nu heb ik hier natuurlijk geen tape meer. Maar, ook dat is geen probleem. Want, ik heb nog een stukje tape van de kaart weggehaald. Toen we begonnen. Dus dat ga ik nog eventjes gebruiken. Even weer flink aandrukken. En dan ga ik toch nog even een paar sprietjes erbij zetten. Want ik mis er nog wat. Oké, dat mis ik nog.
puntje. Nou, dat is genoeg. Soms heb je ook maar heel weinig meer nodig. Maar dan heb ik zoiets, dan ben ik niet helemaal tevreden. En dan moet er toch wat aan gebeuren. Nou, ik wou het eigenlijk hierbij laten. Ik ga hem nog wel wat afwerken straks. Hij moet nog gemat worden. Er komen nog wat glitters op. Er komen nog wat, wat stipjes, wat frutseltjes. Nou, wat glitters in de bomen. Zie je, dat moet hier dan nog een beetje in. Maar dat ga ik buiten beeld doen. En dan is dit de kaart geworden. Met de achtergrond waar jullie toch om vroegen. Dus dan kun je aan de slag. Ik zou zeggen, laat ook gerust zien wat je hebt gemaakt. Ik ben altijd heel benieuwd naar het resultaat van anderen. Vind ik altijd heel fijn om te zien. In ieder geval bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Doei!